Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie de veel producten zien van mei en juni. Ik heb een redelijk bakje vol. Dit zijn producten die ik niet fijn vond. En ik ga in deze video gewoon even met je delen waarom ik deze producten niet fijn vond. En waarom ik ze dus niet zou aanraden. Ik zal ook weer even swatches maken, zodat je eventjes kunt zien wat voor mij de reden is waarom ik ze niet fijn vind. Mocht je echt de uitgebreide reviews willen lezen, kun je een kijkje nemen op mijn blog die in mijn beschrijving staat. Dus dat gezegd hebbende, ben je benieuwd naar de producten die ik niet fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin even met een sponsje van Real Techniques. En dat is dit sponsje. Dit is het eerste product van Real Techniques wat ik niet fijn vond. Het is namelijk een Miracle Powder Spons. En hiermee kun je dus poeder aanbrengen. Ik dacht dat dit sponsje heel fijn zou kunnen zijn om te baken. Ik kwam een beetje bedrogen uit. Dit is het sponsje. Hij is best wel lekker zacht. Hij is schuin afgesneden. En ik dacht ook eigenlijk dat je hem nat kon maken. Dat zie ik hier nou trouwens niet echt terug. Maar op zich is nat maken prima. Voor beken misschien wat minder. Dus ik heb hem wel geprobeerd nat te maken. Hij groeit ook niet. Misschien is dat iets wat ook alleen de echte beauty blender doet. Die heb ik niet. Ik heb ook wel eens goedkopere sponsjes geprobeerd. Die groeiden voor mijn gevoel ook niet echt. Dat deed deze dus ook niet. Dit sponsje is dus ideaal voor poeders aan te brengen en voor baking. Ik vind, ik wilde dit sponsje ook graag gaan gebruiken voor losse poeders. Alleen ik kon hier totaal niet mee baken. Ik vond het zo lastig om het aan te brengen. De poeder werd niet echt lekker opgenomen in het sponsje. Ik kon deppen wat ik wou. En sommige sponsjes dan krijg je echt zo'n heel mooi baking effect. Bijvoorbeeld onder de ogen. Dat deed deze gewoon niet. Dus dat vond ik heel erg jammer. Ik zou dit sponsje daarom niet aanraden. Ik zou het gewoon lekker met je kwast doen. Want dit sponsje, ja, voor mij was het in ieder geval geen succes. Dus ik zou je deze niet aanraden. Misschien heb jij hier wel goede ervaringen mee. Maar voor mij was het hem gewoon niet. Dus helaas. Dan heb ik van Essence de 3D Dewy Look Stick. En dat is deze. Deze heeft de naam Team Dewy is de nieuwe matte. Dit is een stick die dus zou zorgen voor een dewy look. Hij is verder transparant en zou dus een heel zacht glansje over je huid heen geven. Ik zag hier helaas helemaal niks van terug. Ik vond het echt een drama. Ik had misschien ook eerst in eerste instantie gedacht dat je een soort highlight effect zou kunnen creëren. Dat is niet zo. Zo ziet de stick eruit. Ik heb sowieso altijd nog steeds een beetje moeite met stickproducten. Omdat ik het aanbrengen toch wat lastiger vind. Het is niet iets wat je over je foundation heen aan gaat brengen. Tenminste ik niet. Want je stick krijgt de hele kleur van je foundation. Ik zal hem eens even swatchen. En ik zal het gewoon even op mijn hand doen. En dan moet je heel goed kijken. Ik denk bijna dat het niet eens zichtbaar is op camera. Want je ziet echt een heel subtiel glansje. Het is bijna niet te zien. Het is echt heel minimaal. Ook op mijn gezicht zag ik dus niks terug van dit minimale glansje. Je kunt zoveel aanbrengen als je wil, maar het kwam echt niet tot z'n recht. Ik kan er nu nog wat meer op smeren, maar ik denk zelfs niet dat de camera dit pakt. Het lijkt gewoon heel vochtig, maar je ziet eigenlijk geen glans. Het is gewoon net alsof ik een beetje, ja, een primer heb aangebracht. Ik vond dat heel erg jammer. Ik vond deze stick echt geen succes. Het had leuk kunnen zijn, maar de uitwerking vond ik echt drama. Dus dit was voor mij ook geen succes. Ik zou deze stick ook zeker niet aanraden. Dan heb ik van Catrice een Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow. Dat is deze. Mocht je mijn favoriete video hebben gezien, weet je dat er ook twee bij zaten die ik wel fijn vond. Deze viel in het min. Hij heeft een glitter. Deze heeft de naam 060 When in Doubt Add Glitter. Nou, het belooft een long lasting eyeshadow te zijn met een metallic finish en een high coverage. Nou, ik zal hem eens even swatchen voor je. Allereerst, dit is het applicatortje. Dit is een lipgloss applicator, maar nu zal ik hem swatchen. En de swatch ziet er op zich nog mooi uit.
Want kijk, dit is het kleurtje. Op zich ziet dat er heel erg leuk uit. Maar toen ik deze ging aanbrengen op mijn ogen, en je moet hem een beetje uitblenden met je vingers, wat al niet echt mijn ding is, maar oké, ik heb het gedaan, viel de hele kleur weg. Je moest hem blijven aanbrengen, maar hoeveel je hem ook ging uitsmeren, de kleur die werd steeds minder. Vond ik best wel jammer, omdat de zwartste dus op zich best wel goed uitziet, maar op je ogen vond ik hem gewoon geen succes. Ik vind het sowieso vrij lastig om met dit soort producten te werken. Ik heb hem gebruikt in combinatie met andere oogschaduw. Want ik raad het ook niet aan om dit soort producten echt boven, tot helemaal bovenin bij je ogen te gaan aanbrengen. Want omdat je dat lijntje hebt waar je oog eigenlijk een beetje dicht gaat, zeg maar. Daar gaat hij heel erg greasen. Dit soort producten hebben echt heel erg de neiging om te gaan greasen. Dus gewoon op je bewegend ooglid is het leuk. Maar meer ook niet, vind ik zelf. Maar deze kleur die werd er gewoon niet, omdat het pigment gewoon helemaal wegviel na het blenden. Dus dat was gewoon heel erg jammer. Ik vind hem, de zwart ziet er zo mooi uit. Maar nee, de uitvoering was gewoon niet echt lekker. Dus nee, deze was het voor mij ook niet. Dan heb ik twee lipglossjes van MUA. Eentje komt uit de luxe serie. En ik heb deze twee lipglossjes. Allereerst heb ik de Aura Shine lipgloss. Deze komt uit de gewone collectie van MUA. Althans, er staat geen luxe op. Misschien dat die wel uit de luxe collectie komt. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Dit is een Crystal Shine lipgloss. Nou, hij ziet er heel leuk uit in het flesje. Heeft een gewone applicator. En ik zal hem ook even aanbrengen. Het is een transparante lipgloss waar dus een shine effect in zou moeten zitten. Zie jij hem? Ik niet. Daarbij zit in deze lipgloss menthol. En sommige mensen gaan daar heel goed op. Want menthol, dat als je dat aanbrengt op je lippen, dat gaat tintelen. En daar zou je dus een beetje vollere lippen van kunnen krijgen. Dus in feite help je je lippen wat voller te worden zonder dat je daar botox of weet ik veel wat in moet spuiten, zeg maar. Om toch wat vollere lippen te krijgen, hebben ze dus bedacht dat menthol dat effect geeft. Ik kan dat niet handelen. Ik kan dit niet een hele dag op mijn lippen laten zitten, want die menthol die tintelt. En dat voelt niet fijn aan. Nou ben ik ook niet iemand die per se hele volle lippen wil hebben, want op zich ben ik tevreden met de lippen die ik heb. Tuurlijk, het is leuk om met een lipstick of zo die lippen iets groter te laten lijken, maar dat menthol effect, dat werkt het voor mij niet. En daardoor, en ook omdat ik gewoon niks terug zag van die shine, dacht ik, oké, het zal wel. Nou, dan heb ik er nog eentje. En dat is de Plumping Lip Gloss. Deze komt uit de MUA Luxe Collectie. Dit is een soort roze kleurtje. Ze hebben geen naam overigens. Dit is een Stimulating Volumizing Lip Gloss. Misschien wel even goed om te vermelden dat al deze producten ook niet op dieren zijn getest. Nou, dit is het applicatortje. Dan brengen we hem eventjes aan. Ook deze zie je bijna niet, want hij is transparant. En dan denk je, je hebt een leuke roze kleur, maar die kleur die is te minimaal. Maar ja, dan komen we bij het volgende. Ook hier zit menthol in. Dus ja, voor mij werkt het gewoon niet. Ik vind het ook jammer dat je van deze kleur eigenlijk heel erg weinig ziet. Ik had gehoopt dat de kleur ook wat intenser zou zijn, maar dat is hem dus niet. Want het is echt maar een heel licht roze effectje wat je ziet. Ja, het is toch puur die menthol wat het voor mij gewoon een no-go maakt. Dus deze zijn het voor mij zeker niet. Mocht jij wel van menthol houden, kun je ze zeker misschien proberen. Maar dan kan je ook op zoek gaan naar een product die misschien wat meer pigment heeft. Want deze hebben gewoon eigenlijk geen pigmentatie. En dat vind ik toch wel fijn bij een lipproduct, dat er pigmentatie in zit. Dan heb ik van Catrice een mascara. En dit is de Lashes to Kill mascara in de waterproof variant. Het is deze mascara. Deze mascara die belooft dramatische ogen. En ja, omdat die waterproof is, zou die ook nog eens ultra long je wimpers lang maken en
ja, de hele dag zou jij echt nou vol humeus wimpers hebben. Ik moet zeggen, ik heb de gewone variant hiervan getest. Die vond ik fijn. Deze vond ik niet fijn. Want ik heb toch het idee dat door de waterproof variant zijn werking een beetje verloren gaat. Misschien is het onzin, want op zich het is maar een heel klein ander deeltje wat erin zit wat het waterproof maakt. Dit is trouwens een borsteltje en die vond ik wel fijn. Het is geen plastic borsteltje, maar hij heeft echte haartjes en daar ga ik goed op. Maar nee, ik vond gewoon niet dat hij de belofte waarmaakt die hij geeft. Ik kreeg niet die lesjes, die wimpers, waarvan ik dacht, yes, hier ga ik goed op. Die gaf hij gewoon totaal niet. Ook had ik niet echt het idee dat die waterproof is. Want een waterproof mascara zou je normaal moeten verwijderen met een speciale waterproof remover. Of eentje op oliebasis. Maar ik kreeg deze met een hele gewone micellair water van mijn wimpers af. Dus dan ben je naar mijn idee ook niet echt waterproof. Jammer. De voorganger vond ik dus wel heel fijn, de normale versie. Maar de waterproof versie die zou ik skippen. Want die is voor mij niet wat hij belooft, helaas. Dan heb ik nog drie producten uit de Bloom Baby Bloom Limited Trend Editie van Essence. En ik heb allereerst een Baked Highlighter. Dit is de highlighter. Hij ziet er mooi uit. Dit is de 01 Daisy Me Glowing. Het is een light reflecterende baked highlighter met een hele zachte textuur. Voor een breathtaking glow. Nou, het klinkt heel leuk. Ik moet zeggen, hij ziet er super leuk uit. Er zit een bloem binnenin. Dat hebben ze super tof gedaan. Kan niet anders zeggen. Maar laten we hem eens gaan swatchen. Hij is ook echt wel heel erg lekker zacht. Ik zal hem even aan de binnenkant van mijn arm doen. Want mijn hand zit inmiddels wel vol. Zoals je ziet, ziet hij er echt wel heel erg mooi uit. Zo met de swatch. Hè? Hij is wat warmer. Maar je kunt hem zeker opbouwen. Want hoe meer je aanbrengt, hoe meer pigment. Maar op mijn gezicht zag ik er te weinig van terug. Ik vond hem best wel heel erg warm. En op zich vind ik dat helemaal niet zo heel erg. Maar ik zag de glow bijna niet terug. En als ik een highlighter gebruik, wil ik echt dat de glow van mijn gezicht afspringt. Daarom gebruik ik highlighter om dingen nog meer te laten shinen. Maar dat effect kreeg ik niet met deze highlighter. En dat vond ik echt super jammer. Dus daarom was dit voor mij geen succes. Ik heb er twee getest. De andere vond ik wel heel fijn. Maar deze was het voor mij niet, helaas. Heel erg jammer. Maar ja, je kunt niet alles fijn vinden, helaas. Ook uit die collectie had ik dus twee lipglossjes. En dit zijn Nectar lipglossjes. Ze zien er wel heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Ze zijn verrijkt met jojoba olie. En ik heb deze dus in twee kleuren. Ik zal beginnen met de eerste. Dit is de 01 Hibiscus. Het is een shiny lipgloss met vitamine E. De verpakking ziet er echt heel erg leuk uit, moet ik zeggen. En hij heeft best wel een brede applicator, zoals je kunt zien. Hij is best wel kort. Hij is best wel breed. Hij ruikt wel heel lekker, dat moet ik erbij zeggen. Maar dan gaan we hem swatchen. Dan is het weer zo jammer, want de pigmentatie. Kijk, dit is de swatch. Hij is zo minimaal, zo licht, dat je hem bijna niet terugziet. Ja, en dan denk ik, weet je, als ik een lipgloss op wil die weinig pigmentatie heeft, kies ik wel een transparante lipgloss. En ja, dan hoef ik niet per se een lipgloss waar een kleurtje in zit die toch bijna geen pigment heeft. Want het is gewoon te minimaal. Je ziet je eigen lippen er te veel doorheen. Dit is een persoonlijke voorkeur wat ik niet heel erg prettig vind. Maar ja, deze was het voor mij dus gewoon niet. Ondanks dat hij heel erg lekker er leuk uitziet, vond ik dit gewoon geen succes. En dan heb ik ook nog de 02. En dit is de Tulips on My Lips. Nou, hij heeft eigenlijk precies hetzelfde als die andere. Het flesje ziet er leuk uit. Ook deze had een hele aangename geur. Hij ruikt eigenlijk hetzelfde. Ook die brede applicator. Je ziet dat die oranje is. Dan gaan we deze even swatchen. En waarschijnlijk heb je het al in de gaten. Want kijk, ook deze is te licht. Kijk, op de swatch ziet hij er nog best wel oké uit.
Ja, je ziet de lichte roze en de lichte oranje gloed er doorheen. Maar op je lippen zie je hier gewoon niks van terug. En dat vind ik heel erg jammer. En dat is natuurlijk wel het verschil tussen je huid en je lippen. Want je huid is licht en je lippen zijn toch een beetje roze. Ja, weet je, je ziet het gewoon niet terug op je lippen. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Dus ondanks dat ze lekker ruiken en ze heel erg goed voor de lippen zijn, zou ik ze niet aanraden omdat ik ze gewoon niet fijn genoeg vind. Dan heb ik, even kijken hoor, nog een mascara van Essence. En dit is de Volume Hero mascara in waterproof variant. Ja, dit is een mascara voor powerful en volumized lashes. En ja, die dus waterproof zou zijn. Nou ja, goed. Eigenlijk is het precies hetzelfde verhaal. Dit borsteltje heb ik al een hekel aan, want kijk, hij is van plastic. Dit zijn niet de borsteltjes die ik fijn vind. Hij heeft vrij korte haartjes, maar dit zijn niet de borsteltjes waar ik nou echt goed op ga. En ook deze geeft gewoon geen volume. Ik heb een andere variant ook van deze getest. Die vond ik echt wel heel erg fijn. Je moet meerdere laagjes aanbrengen, maar bij deze valt het volume gewoon weg. En eigenlijk geldt precies hetzelfde als wat ik net bij die andere van Catrice vertelde over het waterproof effect. Ik krijg het er te makkelijk af met een gewone micellaire water die niet per se op waterproof make-up is gebaseerd. Dus ik zou het ook niet echt gaan opdoen als ik zou gaan zwemmen of wat dan ook. Ik denk zelf dat hij een douchebeurt niet overleeft, want ik denk dat de strepen overal zitten. Je krijgt het er te makkelijk af en het volume is ver te zoeken. Dus helaas, ook deze zou ik niet aanraken. Dan heb ik van Catrice een lip foundation pencil. Dat is deze. Dit is een pencil en een potlood waarmee je dus een contour om je lippen kunt zetten. Maar je zou hem ook compleet kunnen inkleuren. Hij zal smudge en waterproof zijn. Ik heb hem in de kleur 010 Can Your Heart That Super Base. Can You Hear That Super Base? Sorry. Het is een heel hard potloodje. Je moet hem ook slijpen. Nou, dit is hem. Ik denk niet dat hij heel goed zichtbaar is. Het probleem is, van dit soort potloodjes, ze hebben een best wel dikke rand. Dus het slijpen wordt al best wel een dingetje, tenzij je een hele grove slijper hebt. Nou, ik ga hem eens even aanbrengen. Op zich is het pigment prima. Kijk, je ziet hem hier. Alleen, ik vind dit potlood zo gigantisch hard, dat het gewoon pijn deed om hier een lijntje mee te trekken. Dat vind ik het nadeel met potloden. Ik heb liever, als ik een lippotlood gebruik, een potlood die je omhoog kunt draaien. Die voelen toch wat zachter aan qua structuur dan zo'n potlood die je zelf moet slijpen. Op zich niks mis met het pigment. Ik ben misschien zelf niet meer zo van de nude kleuren. Maar omdat het potlood te veel pijn deed op mijn lippen, vond ik dit geen succes. Dus misschien als je er minder gevoelig voor bent, dat het wel zou kunnen werken. Maar ik ben daar toch best wel gevoelig voor. Ik vind dat toch wel, hè, het zijn toch je lippen ook. Het is toch een gebied wat gevoeliger is. Dus ik moet daar niet te hard op moeten drukken op een potlood om wat pigment te krijgen. En daarna gewoon een hele pijnlijke liprand overhouden omdat ik zo hard heb moeten drukken. Dus nee, ook deze is het helaas niet. Nou, om maar even in het thema van de mascara's te blijven, heb ik dan gelijk nog een mascara. En deze is weer van Essence. En dit is de What The Fake Volumizing and Lengthening Mascara. Dat is deze. Ik heb hier eerder een variant van getest. En dat is de roze. Ik weet even niet hoe die heet. Ik zal de naam even hieronder in beeld neerzetten. Die vond ik heel fijn. Dus ik had van deze eigenlijk best wel hoge verwachtingen. Dit is een mascara met een fake volume en lengte effect. En ja, je wimpers zouden hier gewoon langer mee lijken. En ja, hij heeft ook volumizing fibers. Het borsteltje ziet er zo uit. Op zich prima. Het is niet zo'n plastic borsteltje. Hij is wel harig. Maar hij gaf geen volume effect. Mijn wimpers werden zwart. Meer dan dat was het niet. Ik had hier best wel veel van verwacht. Ik hoopte eigenlijk echt dat ik een wimper zou krijgen waar je u tegen zou zeggen. Nou, dat gebeurde gewoon helaas niet.
best wel jammer, omdat ik dus van die andere eigenlijk, door die andere, die vond ik gewoon eigenlijk echt super fijn. Dus daarom had ik van deze ook wel best wel hoge verwachtingen, maar hij maakt het gewoon niet waar, want het is leuk als je heet What the Fake, maar dan moet je ook mooi wimpers creëren en niet alleen zwart maken en verder niet langer of wat dan ook. En dat deed deze niet, dus helaas ook deze vind ik geen succes. Dan ben ik toe aan het laatste product en dat is een product van Catrice en dit is de Browcon Pro Micro Pen. Wat is deze? Deze wenkbrauwpennen die maken de laatste tijd in de make-up wereld best wel een opwachting. Dit zijn namelijk pennen en deze hebben een drie... het lijkt een beetje een kammetje. Ik ga het zo laten zien. Allereerst, ik heb de kleur 040 Dark Brown. Je zou hier heel precies mee kunnen werken. Je kunt smalle gaten opvullen en met een precisie, omdat hij dus een soort haarstroken heeft. Hij zou long-lasting zijn. En nou, je zou hier prima je wenkbrauwen mee kunnen opvullen. Nou, zo ziet zo'n pennetje er dus uit. Hij heeft drie hele fijne haartjes. Ik zal hem even iets meer smaken. Kijk, zo zie je hem. Kijk, je ziet dat hij drie hele smalle haartjes heeft. Ik zal hem even swatchen. Dit is de kleur. Op zich past de kleur goed bij mijn huid. Bij mijn wenkbrauwen. Ik ben eigenlijk best wel een beetje flabbergasted dat hij het nog doet. Want ik heb deze getest. En ik vond helaas niet dat mijn wenkbrauwen volledig werden opgevuld door deze pen. Ik hield nog best wel veel witte vlakken over in mijn wenkbrauwen. En ik kon er overheen blijven gaan. Maar ze werden niet opgevuld. Met deze pennen zou je eigenlijk een soort haartjes-effect ook kunnen creëren in je wenkbrauwen. Dat zou dus heel fijn zijn als je dus de lichte plekjes een beetje een soort kunt opvullen met een soort nephaartjes door middel van deze pen. Ik kreeg mijn wimpers dus niet volledig gevuld met deze pen. Vond ik heel erg jammer, want ik was hier best wel benieuwd naar, ook omdat je er precies mee kan werken. Maar dat viel me ook wel een beetje tegen. Kijk, het begin van je wenkbrauw gaat nog wel, maar dan ga je naar die staart toe. Dat is vaak wat smaller en dan wordt het toch al lastiger. En toen ik hem dus voor de tweede keer ging testen of gebruiken, had ik het idee dat het pigment bijna niet meer eruit kwam. Dat het pigment er gewoon al uit was. Je kwam bijna geen kleur meer af. Dus nee, deze pen was het voor mij zeker niet. Het is leuk bedacht, maar ik ben nog niet overtuigd van dit soort pennen. Dus voor mij was dit echt een no-go. Dan waren dit weer mijn veel producten van zowel mei als juni. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of je misschien zelf een van deze producten hebt getest en of jij er zelf wel enthousiast over bent. Het kan natuurlijk zijn dat een product dat voor mij niet werkt, voor jou wel werkt. Maar ik vind het toch wel belangrijk om ook te delen waarom ik iets niet fijn vind en niet alleen maar de producten aanprijs in mijn favoriete video's, maar ook wel even stilte bij producten die het voor mij niet waren. Ik zeg altijd wel erbij, mensen zijn verschillend, dus voor iedereen kan een product fijn werken wat voor een ander niet fijn werkt. Dit waren in ieder geval de producten die ik niet fijn vond. Ik ben wel benieuwd of jij dus zelf een product hebt getest. Laat het dan zeker even weten bij de comments wat jij ervan vond. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ben je nieuw op mijn kanaal en mocht je op de hoogte willen blijven voor mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren. Dit kan op het rondje met mijn gezicht te drukken aan het einde van de video. Maar ook op mijn kanaal zelf. En daar kun je ook het belletje aan zetten. Dan krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij de volgende video weer te zien. Doei!